ik beginnen, Jelle? Oké, dan ga ik beginnen. Naast mij doelman van FC Rijnvogels, Wesley de Ruiter. Wesley, eerst even vooraf. Jij keepte vandaag weer. Was dat een verrassing? Ergens wel, ergens niet. Ik heb een beetje moeilijke beginfase gehad hier ook. De keuze viel op Jeffrey. Goed, in eerste instantie vind je dat, ben je er niet blij mee, niet tevreden mee. En uiteindelijk krijg je dan vandaag toren dat je van de voorkeur krijgt boven Jeffrey. Dat hoorde je vanmorgen? Nee, dat wist ik donderdag na de training. Goed, oké. Dan ga je beginnen. Dan krijg je Jodan Boys, vorige week winst. Vol vertrouwen denk ik vandaag. Nou, zeker. En, we hebben van deze hele week lekker getraind. De trainer wilde iets zien van ons. En dat hebben we geprobeerd op te pakken. En ik denk dat de eerste helft aardig geslaagd was. En voetballen kon misschien beter. Alleen je komt 1-0 voor en je gaat 1-0 de rust in. En dat was in ieder geval een fijn gevoel. Hoe was dat in de rust met jullie nieuwe trainer, Jimmy Simons? Nou, de trainer geeft ons gewoon heel veel duidelijkheid. Wat hij wil zien, wat hij verwacht van ons. Hij geeft iets aan ons mee en dat moeten wij uitvoeren. Daar hebben we ook de hele week voor getraind. Natuurlijk, niet alles ging goed en gaat goed. Dat kan je ook niet verwachten. Alleen we zijn er weg in geslagen. En ik denk dat de eerste helft zeker geslaagd is. Dan gaan we naar de tweede helft, want dat was een hele andere helft, mag ik zeggen. En dan komt er een wissel aan de kant van Jodan Boys, El Idrissi. Die jongen die krijgt, ik weet niet hoeveel kansen, maar uiteindelijk gaat hij ze wel benutten. Ja, dat is zeker. Ik denk dat Ryan op dat moment wat moeilijk was. Alleen de jongen die valt fantastisch in. En iedere bal die hij aanraakte was gewoon gevaarlijk. En, ja, daar hadden wij moeite mee. Ik moet zeggen, gelijk al vlak naar rust, dat we er eigenlijk moeite mee kregen en even geen vat op kregen. En daar profiteerde hun optimaal van. Jij staat dan vanuit jouw doelgebied, zie jij voor je wat er allemaal gebeurt. Wat zie je nou verkeerd gaan in die tweede helft? Ja, dat je verkeerd ziet gaan is heel moeilijk gelijk aan te geven, alleen het was een beetje een chaos. We kregen geen vat op hun, we probeerden druk te zetten, alleen hun vonden steeds een vrije man. Ook in de diepte. Ja, en op dat moment kregen wij het gewoon lastig en we konden de vrije mensen vinden. En uiteindelijk scoren we gelijk twee keer. Op de tribune ging het eigenlijk wel weer een beetje rond. Hè? Het ziet er achterin weer niet best uit in die tweede helft. Of dat daar nou puur achterin is, weet ik niet. Hè? Want het begint niet altijd achterin. Maar kan jij dan nog iets met coachend of in jouw rol? Nou, je probeert het wel te sturen. Alleen het was een hele rommelige fase waar veel gebeurde. En daar kregen we geen vat op. En ook ik moet proberen me te concentreren op mijn spel. Alleen ik probeer ook mijn laatste linie te coachen en dominant erin te zijn. Alleen niet alles is stuurbaar en coachbaar. Uiteindelijk verlies je met 2-3, want je komt nog op 2-2 eigenlijk. Hè? Dan denk je, nou hebben we toch nog dat punt. Ja, fantastisch. Ik kom vlak voor tijd kom ik toch nog terug in de wedstrijd. En misschien moeten we dan eigenlijk zeggen van een puntje pakken en dichtmaken. Nou, we denken denk ik een beetje op twee gedachten en uiteindelijk profiteren hun dus daar optimaal van. Een fantastische bal op die rest buiten. Ja, die maakt het gewoon prima af. Bepaalde gewoon dat ik net niet mijn hand achter kon krijgen. Hij schiet me echt net aan de binnenkant van het pad. Uiteindelijk zien we jou nog ver mee naar voren gaan. Wat nog wel misschien een klein kansje kan gaan opleveren. Maar dan moet je ergens op aan de noodrem trekken op de middenlijn. Ja, kijk, ik was iets te laat, was iets sneller als dat ik was. En dan wil je eigenlijk wil je een overtreding maken, maar je moet jezelf ook sparen. Je weet, je staat achter. En dan is het op dat moment daar niet meer nodig. En probeerde ik een beetje een soort schijnbeweging te maken waar hij van schrok. En uiteindelijk dat iemand anders een overtreding kon maken. En daarop komt dan de tweede kaart van de vlucht? Ja, daarop komt dan de tweede kaart. Ja, dat is zonde. Alleen ik kan hem ook daar niet pakken. Nee. Heel simpel is dat. De keeper, ik ga mee om misschien nog een goaltje mee te pikken in de hoop dat die corner nog goed valt. En goed, en daarin probeer ik ook weer mijn ploeg te helpen door gelijk om te schakelen. Ook al sta je achter, je probeert er toch nog wat mee te doen. Ja, en ik kan daar gewoon geen overtreding maken. Dat is doodzonde ook voor mezelf, maar misschien ook voor het team. Eerste helft goed, hardwerkende Rijnvogels. Tweede helft, dat is weer van voor de nababbel aankomende week, denk ik. Ja, zeker. De trainer heeft ook gezegd, dit heeft tijd nodig. Alleen, je hebt heel veel goede dingen gezien. Zeker in de strijd, in datgene wat de trainer wil zien. Heeft die dingen teruggezien en de tweede helft is dat niet altijd even goed gegaan. Nou goed, daar kunnen we op voortbeduren. En in de hoop dat we voor de winterstop nog een paar hele mooie punten kunnen gaan pakken. Daar gaan we bij later. Dankjewel en succes volgende week. Dankjewel.